en de start is gevallen. Lexia Boko aan de buitenkant heeft aanvallende ambities. Helemaal aan de buitenkant ook Happy New Day. En daar aan de binnenkant volgt nog Newton Renka. Zo gaan de paarden de bocht in en dan neemt Lexia Boko de leiding. Ligt Newton Renka op plaats 2. En daarachter gaat naar het tweede spoor. Die kan er mooi tussendoor. Let It Be Petnik, die ligt derde. Op de vierde plek aan de reling zijde Mystery S. Vijfde aan de buitenkant is Happy New Day. Daarachter op de zesde plaats ligt Mr. Good News. En de zevende plaats is voor Kolk P. Paard in de rechte lijn overzijde. Dit vindt Lexia Boko wel lekker als hij maar geen druk krijgt. Maar die druk komt er wel aan de buitenkant, want Let It Be Petnik komt al ietsje dichterbij. Maar tempo is hoog. De opening is 1.12.2. Lexia Boko leidt. Let It Be Petnik is op weg naar hem. Daarachter Newton Renka die gemotiveerd moet worden. Die is een beetje lui onderweg, maar die heeft nog wel altijd een gaatje, een voorsprongetje op plek 4. En plek 4 is voor Mystery S. Zo gaan de paarden door de Tjarda-bocht. Gert-Jan de Vries blijft in het tweede spoor. Blijft proberen om naast Lexia Boko te komen. Lexia Boko dus en Let It Be Petnik naast elkaar. Daarachter op plek 3 ligt Newton Renka. Daarachter Mystery S, dan Kolk P. Met aan de buitenkant daarnaast Happy New Day. En daarachter volgt Mr. Good News. Die laatste paarden konden wel eens de eerste paarden zijn als de tempo zo hoog blijft. Dat gaan we nu zien. Dat is zo. 13 rond is de tweede tussentijd. Gaat de eerste kilometer in een niet al te misselijke 1.12.6. Zo zijn we inmiddels in de laatste kilometer. 12.6 dus voor Lexia Boko en daarachter Let It Be Petnik. Dan het kleine gaatje naar Newton Renka en daar een aanrijding in de start van het veld. Happy New Day en Mr. Good News zaten elkaar daar wat in de weg. Daardoor hebben we nog maar 5 paarden redelijk bij elkaar in de buurt. Hoe lang houden die paarden aan kop dit tempo vol? Dat is de vraag. Lexia Boko, daarachter Let It Be Petnik, daarachter Newton Renka. Daarachter de twee paarden die wat minder hebben gedaan. Mystery S en Colt P. En die komen nu sneller dichterbij. Newton Renka ook trouwens. Die gaat nu naar het derde spoor en die flitst zo naar voren. Tussentijd 18-2. En het is gebeurd met Lexia Boko. De tank is leeg en de leiding wordt overgenomen door Newton Renka. Newton Renka aan de binnenkant houdt het voorbeen ertussen Let It Be Petnik. En daarachter op plek 3 volgt dan nog altijd Lexia Boko. En ze zijn half! Verwege de Tjarda-bocht. Makkelijke voorsprong voor Newton Renka. De enige die in de buurt blijft is Let It Be Petnik. Loopt een geweldige koers. Uit de start van het veld komt Mystery S naar voren. En ook Kolk P gaat het nog proberen. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Newton Renka heeft nog altijd de voorsprong. Let It Be Petnik probeert het wel. Haalt echt alles uit Gert-Jan de Vries. Maar meer dan dit zit er niet in. Een tweede plek gaat het worden. Achter Newton Renka. Die gaat hier makkelijk winnen met Hiltje Tjalsma. Newton Renka de winnaar. 14-6 over de laatste 500 meter. Let It Be Petnik wordt tweede. En voor plek 3, wie gaan we daar krijgen? Daar was Mystery S. De twee wint. Winnen de tijd. 1.14.9. Is officieel. We wachten even op Newton Renka en Hiltje Tjalsma. Newton Renka gaat al voor de tribune, dit keer zonder sulky. En Hiltje, de Europese kampioen, is onderweg. Heb je al een gokje gewaagd? Ja, net op paard Boko, maar ik hoorde dat hier de Europese kampioen staat. Dat wist ik dus niet. Had ik wel op nummer 2 gegokt. Oh. Nou, in ieder geval kan je het goed maken. Je kan haar de bloemen geven en de beker. Dus Hiltje is de winnares van deze race. Hiltje, van harte gefeliciteerd met de winnaar van deze race. De bloemen worden overhandigd door Robert Bond van Schildersbedrijf Jekras. Daar horen natuurlijk drie zoenen bij. Praat ik even bij met Hiltje. Deken erbij, Robert erbij. Goed. Hiltje, ja, vertel eens, want maandag stond het paard er in het begin nog niet bij. Uiteindelijk van het gras naar Wolvega. Inderdaad, ja, van het gras naar Wolvega, dankzij Ralf Dekker en dankzij Bas Krebas. Uiteindelijk dankzij Bas? Ja, inderdaad, ja, inderdaad. Ja, nee, ik had geen rit en ik zeg tegen Ralf, ik bel jou op. Nou, misschien wordt er een paard aangegeven zonder rijer en dan heb ik misschien wat. En dan heb jij Bas gebeld en Bas had er nog eentje staan. Uiteindelijk is het zo gegaan en ja, Bas twijfelde niet. Het gras van Emmeloord of Wolvega, dat ging goed. Vertel eens, want ze reden heel hard. Oh, ze reden zo hard, want ik denk, nou, met 2 ik kan goed vertrekken. Dus ik denk, nou ja, ik probeer voor de kop te gaan. Ik had niet verwacht dat Lexia Boko zo hard wegging. Maar, start over 15 minuten. Ja, ik erachteraan, maar het was maar hengelen. Want ik denk, ik weet niet hoe hard we rijden, maar ik kon niet volgen. Maar toen aan de overkant trek ik mijn watten en in één keer heb ik een heel ander paard. En daar gingen we. En de rest had zijn kruid al een beetje verschoten.
eerste kilometer ging 12,5. En ja, jullie kwamen thuis dan in 15. Maar ja, de enige die doorzette was Newton. Ja, Newton heeft wel heel veel lucht. Dus dan heeft hij nog wat over om naar de finish te komen. Gefeliciteerd, we gaan de foto's maken. Dan stap ik er tussenuit met de sponsors J.Kras, Robert Bond en natuurlijk ook de Gele Canarissen die wederom wat geld doen bij hun winstom van dit jaar. Zij stevenen af op het eigenarenkampioenschap 2024.